Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben vanochtend nog te maken met tamelijk veel bewolking, vooral lage bewolking in het midden en westen van het land, maar er zijn ook wel zonnige momenten. In de loop van de dag zal de periode met zon zich steeds meer gaan uitbreiden en nemen de wolkenvelden af. Het wordt vanmiddag uiteindelijk zo'n 4 graden in het noordoosten, tot 12 of 13 graden in het zuiden van het land. Grote verschillen in temperatuur dus. Daarbij waait er een vrij stevige oostelijke wind, die is matig of vrij krachtig, en in het walgebied soms zelfs krachtig, windkracht 4 tot 6. Vanavond gaat de wind geleidelijk aan wat afnemen en er komen ook steeds meer opklaringen vanuit het oosten. En halverwege de avond is het afgekoeld naar zo'n 3 graden. Morgen overdag is het aan de koude kant, zeker in het noorden van het land, daar een graad of 3, in de rest van het land 5 tot 8 graden. Daarbij nog steeds een stevige oostelijke wind, maar wel zonnige periode en droog. Zondag wat meer wolken in het noordwesten, maar wel op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het zo'n 3 tot 6 graden. Ook maandag nog tamelijk koud. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer omhoog en neemt ook de kans op neerslag weer toe. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.